We zonden gisteren in de tv-draai door een filmpje uit van een tot dan toe volstrekt onbekende jongen. 12 jaar, Tijmen van Dijl. Tijmen kon een bekende Nederlander imiteren. En niet wel aardig, onwaarschijnlijk goed eigenlijk. Tijmen kan nu op tournee door Nederland. Zo groot is sinds gisteravond de belangstelling. Hij zit gelukkig bij ons aan tafel. En ook zijn inspiratiebron Britt Dekker. Beide welkom. Hoi. Ja, het is wat, hè? Ik geloof 80 televisieprogramma's, kranten, weet ik veel, hebben vanochtend gebeld van mogen we je spreken, hè? Ja. Godverdorie, jongen. Ik vond het hartstikke spannend. Ja, vond je het hartstikke spannend? Nee, ja. Je begint maar hier. Ja, ik kreeg opeens allemaal bekende mensen aan de telefoon. En jullie waren als eerste, dus dan dacht ik, dan ga ik hier maar heen. Nou, heel goed. Ik ga je... heel goed, Tijmen. Nou, dat is keurig. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, nou, sorry, je hebt gelijk. Even een lesje, want je gaat je in een rij... misschien, laten we niet te vroeg juichen, maar we kunnen een beetje juichen. Je gaat je in een rij grote scharen. De imitatoren van Nederland. Bijvoorbeeld Erik van Muiswinkel. Ja, nou, we hebben als PSV wel weer bewezen dat we binnen één wedstrijd alle facetten van het spel beheersen. Ja. We hebben dus voor gestaan, we hebben gelijk gestaan en we hebben achter gestaan. Bijvoorbeeld, ook een hele grote, ken je die? Paul Groot van Koef Noem? Ja. Nou, let maar op. Ja, ik geef je even wat voorbeelden. Oh, ik krijg daar best wel een nieuwe aflevering van Lijst Nul. En ik vind het een onwijze eer. Want vandaag heb ik een interview met Frans, Mr. Speaker Wijsglas. Kom je wel bij, Frans? Ja. Ja, en we hebben ook hele goede dames. Plien van Bennekom, ken je die? Die deed Linda de Mol zo ontzettend goed niet. Na. Ken ik ook nee, 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 maar dan oh, geef ik... Bij, bij Koefnoen laatst. Precies, die had ik precies gezien. Natuurlijk, man. Je kent alles. Kom op. Oh my god. Ja, nog even om in de stemming te komen. Heel erg goed, Thomas van Luin. Ferry Mingelen, die zie je misschien niet zo vaak. Dat is de Haagse verslaggever bij Nieuwsuur. Dat is misschien al te laat voor je. Maar goed, die heeft een bepaalde manier van spreken. En dat kan Thomas van Luin. Geweldig. Aan de ene kant de linkervleugel van de partij. Die zei, tja, die hele gedoogconstructie. Is dat nou wel zo'n goed idee? En aan de... andere kant, de rechtervleugel, die zei van... joh, je moet een gegeven paard niet in de bek kijken. Ja, en Britt is natuurlijk... jij bent niet de eerste die Britt heel goed na kan doen. Nee. Ik denk dat jij er het beste na kan doen. Dat gaan we zo allemaal beleven. Nee. Maar bijvoorbeeld iemand die de gooi na deed... maar nu iemand anders doet, die het goed kan... maar die doet heel erg veel, maar vaak knap... is Carlo Boshart. Ja. Mijn naam is Bram en ik ben hier met een geweldig groot TV-idee. Ik dacht eerst, ik doe het programma op zoek naar een verblijfsvergunning. Maar dat hebben we natuurlijk allemaal al. Dus nu, tenminste, de meeste. Ik heb nu een goed idee. Het heet So You Think You Are Ingeborgerd. Ja. En dan doen we er nog eentje, want anders duurt het te lang. Jochem Meijer. Die kan eigenlijk iedereen, maar die kan iedereen in een minuut. Die kan zo ontzettend snel van de ene typetje in het andere wisselen. Dat vinden, dat is ook heel erg knap. Met het snorretje. Zo. Met, soms, ja, je bent dat snorretje, maar je weet alles. Wat voor doel, je kent je klassieken. Je kent dag, je klassieken. Dag, ik weet het niet. Dag, ik ben Melkperpjes. En je krijgt dat je eentje verslaan en even Radio Rijnland, sporter. SPA'tje, sporter, toch? Zeg, we zullen ook krijgen, hè? Zeg, je schande, hè? Het weer, en dan even over het weer van morgen. Ja, ja, maar toch ook nee, nee, nee. Ja, Tijmen, wanneer kwam jij erachter dat je Brit eigenlijk... ja, als je je ogen dicht doet, hoor je het verschil. Wanneer wist je dat? Nou, voordat het programma begon, toen had ik het dus gezien... En het was al een beetje een accentje, maar ik dacht... als ik dat nou een heel klein beetje aanpas, dan lijkt het er echt sprekend op. En dat was dus heel grappig, want niemand hoorde verschil. En ik kon dus allemaal mensen mee in een maling nemen en iedereen vond het heel grappig. Had je ook al andere mensen die je na kon doen, of niet? Nou, een paar, maar... Maar wie dan bijvoorbeeld? Misschien niet zo goed, maar dat je er een beetje in de buurt komt? Nou, heel soms Kim Holland. En ik vond Mike de Boer van de tv-kantine zo grappig. Ja, ja, ja. En, Maar nu zet eens even lekker vet... Brit aan. Zet er even lekker in, neem er in de maling. Doe wat je wil. Nou, je hebt dus van die kopsnellers. Die hak je hoofd eraf. Die ETS'ers uit. En denk slimmer te worden. Maar ik heb dus opgezocht hoe je tegen kan houden. Als je zoiets zegt van... wat was het ook alweer? Nou,
Nou zou ik... Dit is pure improvisatie. En je bent jong, dus het hoeft niet. Maar ik zou het nu zo leuk vinden, Prem, als wij even niet meer meedoen. Maar dat er een gesprek plaatsvindt tussen Britt en haar tweelingzus. Over... Broer. Over een... De Elfstedentocht. Of de Elfstedentocht. Oh, waarom je niet meedoet aan de Elfstedentocht? Zou jij dat kunnen aftrappen? We kijken wel hoe ver we komen. Gewoon op z'n Brits tegen Britt. En die praat dan op z'n Brits terug. Nou... Ga jij eigenlijk meedoen aan de Elfstedentocht of zo? Want volgens mij lag er nog niet zoveel ijs, zag ik net. Je kan het echt goed, hoor. Ik wil het ook wel proberen, maar ik ben wel netter gaan praten, weet je? Ja. Dus, maar waarom ik niet meedoen aan de Elfstedentocht? Nou, ik zou denk ik ergens bij hinderlopen verkeerde afslag nemen... en dan bij de Vierdaagse eindigen of zo. Oh, dat is een goeie, dat zou ik eigenlijk ook doen. Maar kijk, je komt langs allemaal mensen en zo... en die gaan allemaal juichen. En dat is hartstikke goed en zo. Maar dan ga ik gewoon zo tussen het publiek staan en zo... dan ga ik gewoon ook gewoon mee juichen. ga ik helemaal niet op zwart of zo. En wat, Tijmen, even met jou. Vind je het leuk, Britt, eigenlijk? Nou, ik had hem toevallig al vorig jaar had ik het filmpje gezien. En toen dacht ik, laat ik hier niet op reageren. Ik hou het een beetje achterwege. En toen zag ik hem gisteren en toen dacht ik... Oké, weet je, hier kom ik niet meer onderuit. Toen dacht ik, ik vind het ook eigenlijk wel helemaal te gek... dat zo'n jongetje dat het helemaal mij gaat nadoen. Ik voelde me echt best wel vereerd eigenlijk. Ja. Want je had een goeie wat we gisteren konden uitzenden. Want Britt verdient dan een prijs, hè? Die verdient 30.000 euro. En wat doet ze daar? Hoe gaat dat ook weer verder precies? Nou, kijk, ze wouden zo'n roze voor elkaar gaan kopen en zo. Met gouden velgen. En als ze dan nog een beetje geld over hebben, dan ging ze ook nog een paard kopen en zo. En als ze dan nog een beetje geld over hebben, dan ging ik toch ook nog met je vriendinnen naar de McDonald's. Dit is toch een wonder? Ik hoorde hem op de radio en ik dacht, huh? Wat heb ik nou weer allemaal gezegd? Ik dacht, huh? Ik was toch echt gaan praten. Ik probeerde wat serieus te gaan praten. En toen dacht ik, huh? En toen... Was hij het gewoon? Ik vond het zo echt knap. Hé, maar Britt, als jij veel netter gaat praten... zijn we echt niet meer geïnteresseerd, hoor. Dan nodigen we Tijmen voortaan uit. Waarom zou jij in hemelsnaam netter gaan praten? Ja, ik dacht, ik word ouder en het is wel netter, weet je wel. Want je bent al 18? 19. 19. Wat vind je ervan dat zij netter wil praten, Britt? Nou, het past wel typisch bij haar, maar niet alleen je accent is leuk, maar ook een heleboel andere dingen. Oh, dat vind ik echt heel lief. Oh. Wat is dan zo leuk aan de? Nou, gewoon, het is niet zozeer dat ik net zoals iedereen van Britt, oh ja, dat is een dom meisje, ja, voor de tv en lachen, maar ik vind je ook gewoon een leuke persoonlijkheid op zich en dan niet alleen van al die vage grapjes die je soms opmerkt, maar... Ik vind hem echt ook heel lief. Ja. Tijmen, wat vond je nou... Want wij hebben Britt vaak uitgenodigd. Wij zijn de grootste fans. Dat is gewoon geregistreerd inmiddels. Maar waarvan dacht je... Nou, dat is wel heel... Nou, bak je het wel heel bruin, zeg. Is het vlees al rijp? Is het vlees al rijp? heb je dat wel eens gezegd? Is het vlees al rijp? Ja, maar ik weet wel dat het heus wel dat het gewoon gaar is, weet je. Dus... Maar denk, Britt, is dit nou, want ik zit de hele tijd te kijken... en zat hem heel erg in te pakken voor de uitzending. Is dit nou een act van jou en die hij heel goed kan imiteren? Of ben je het zelf die hij nadoet? Nou, jij zei dat ik hem zat in te pakken, maar ik had zo'n lol met hem. Want kijk, wij dachten dat het gewoon publiek was. En wij dachten, Tijmen zijn wel, wat een oud... Ja, het zit allemaal oud publiek. En... Nee, niet lullig. En toen gingen ze ineens staan, er werd een heel koor. Dus Tijmen zegt, die koor heeft toch altijd van die boeken vast? Ik zeg, ja, en van die pakken aan. Ik snap het ook al niet. En we waren gewoon echt lol met elkaar. En toen zei Tijmen, ja, ik snap niet waarom de jonge mannen ertussen zitten, weet je wel. Toen zei ik, ja, die gaan toch, wat zei ik weer? Die gaan voetballen of ja, zo. Ja, golf. Praat nog even een half minuutje gewoon lekker op zijn Brits terug. Ja, oké. Ik vond het dus heel gek en zo. Want ik zag dus allemaal mensen. Maar ik dacht gewoon, die gaan gewoon golf of zo. Maar dat ging ze helemaal niet doen. Nee, toen gingen ze een koor worden. Toen gingen ze een koor worden. Maar ze zaten echt zo aan te kijken, zo. Zo. Ja, maar niemand thuis weet het nog, maar die mensen die dus daar zitten, die worden zo'n heel koor. Oh, mocht ik dat wel zeggen? Oh ja, shit! Oh, ja. Mag ik een groot applaus voor Tijmen en Britt? Ja, straks in het koor van de Nederlandse opera inderdaad een machtig stuk van de grote Russische componist.